denk dat het goed is om elkaar wat beter te leren kennen en wat beter begrip te krijgen voor wat wij met 20.000 man met z'n allen doen. En wat de boeren met ook, geloof ik, zo'n aantal aan het doen zijn. Melk is voor Friesland Campina is vaak een product. En ik denk ook dat, dat wij als boeren ook wel kunnen uitleggen dat het niet alleen een product is, maar dat er ook een hele beleving achter zit. Ik weet zeker dat iedereen die hier vandaag aanwezig is, heel graag met heel veel passie over zijn werk wil vertellen. En dat is ook wat we vandaag gaan doen. We kunnen heel veel van elkaar leren. Ik zeg wel eens, er is geen beter algemeen belang als eigen belang. Dus mensen mogen er individueel in je loopbaanontwikkeling, in je bestuurlijke ontwikkeling, op je bedrijf, mag je er ook beter van worden. Wij willen niet per se het grootste bedrijf in de wereld worden, maar wij willen wel het beste zuivelbedrijf in de wereld worden. En we hebben een heel groot aantal plussen als Friesland Campina in huis om dat te kunnen doen. Ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat je zeker ook naar de fabriek moet kijken om daar duurzamer te gaan produceren. Dus ik denk dat je gewoon op de boerderij moet beginnen en dan volgt de fabriek automatisch. Waarom zou je als boer zeg maar duurzaam gaan produceren als wij het als fabriek zeg maar niet zouden gaan overnemen? Waar zit dan je win-win? Waar zit dan de coöperatieve rol? Dus ons voordeel als onderneming zit in het feit dat onze boeren met ons mee kunnen werken. Wel een beetje de perceptie dat duurzaam meteen duur moet zijn, maar ik denk op den duur. Ik ga anders bekijken. Duurzaamheidsprestatie zit er twee kanten aan. Dus één kant van acceptatie vanuit de maatschappij. Dus mogen wij als sector blijven produceren, mogen wij hier in Nederland boer blijven. Je kunt hem eens zijn, je kunt hem oneens zijn. Maar dat vond ik met alle andere stellingen ook. Je kunt hem eens zijn en je kunt hem oneens zijn. Ja, weet je, het is niet zozeer dat je voor of tegen een stelling gaat zijn, maar het gaat ook om de argumenten. Nou, het uitwisselen van argumenten, het samen discussiëren over onderwerpen, het samen lachen over eigenlijk dezelfde dingen. Je ziet toch dat bij de werknemers en de jonge melkverhouders precies hetzelfde leeft op dezelfde manier. Onze sociale verantwoordelijkheid die we samen delen. Het was een heel erg leuke discussie. Nou, ik was eigenlijk best wel benieuwd om natuurlijk onze jonge talenten samen te zien met de jonge melkverhouders. Natuurlijk erg leuk, leuke dag. Dus ik was gewoon heel benieuwd hoe het zou lopen. En ik moet zeggen, het is eigenlijk veel leuker dan ik had gedacht. Hij stelde zich voor als Yvonne Jaspers van het boerenbedrijf. Dus hij kwam vrij proactief op ons af. Ik wil haar een modern melkveebedrijf laten zien. Zij gaat ook bij mij kijken op melkveebedrijf. Ze geeft een dubbel date. Ja, goed verzorgen van dieren, goede kwaliteit van melkwinning. Dat vinden wij heel belangrijk. Ja, en hij heeft een hele moderne boerderij, begrijp ik. Dus ik denk dat ik daar sowieso dan verbaasd over zou zijn, hoe dat allemaal werkt. Hij krijgt gewoon meer inzicht en meer gevoel bij een grote coöperatie, een grote onderneming zoals Friesland Campina en de medewerkers die er werken. Het lijkt me heel leuk om een keer bij een boer mee te maken. Hij is van harte welkom. Als ik projecten doe, ik kom eigenlijk nooit boeren tegen. Het enige wat ik zie is het kantoor, fabriek. Ik ben wel naar de fabriek geweest. Ook wel een introductie. Ja, dan ga ik echt naar een kantoor. Dus alles is dat. Ik stuur de kaasfabrieken aan, dus we maken wekelijks de planning voor wat de fabrieken gaan maken aan kaas. En daarin is het ook wel belangrijk dat je weet waar die kaas van gemaakt wordt. Hoe gaat het nou echt naar de boerderij aan toe? Je kan het wel overlezen, maar uiteindelijk, je leert het echt als mensen het je vertellen. Hoe is mijn eigen ervaring hierover? Dus mensen, nog één keer een hartelijk applaus voor de winnaar. Nou, ik vond vanmiddag met de quiz had ik al een aantal keren. Ik denk, oh jee, wat is het antwoord? Dus ik kende ook alle antwoorden niet. Als ik dan hoor dat ze zeggen, nou, ook als boeren moeten jullie echt achter jullie product staan. Dus het mag niet zo zijn dat bij jullie in de koelkast een ander product staat als een Campina product of een Friesland Campina product. En daar stond ik wel echt van te kijken. Dat is iets wat ik wel meegenomen heb. Jeetje. De jongens werken echt snoeihard. Nou, ik denk dat het belangrijk is, omdat je daardoor ook beter andere werelden leert kennen en meer begrip krijgt voor elkaars positie. Dat is wel belangrijk. Dat vind ik belangrijk, want dat maakt eigenlijk die keten ook weer veel mooier. De interactie door de keten.
Je krijgt van huis uit mee dat het goed voor je is. 3 glazen melk per dag. En nu leer je ook de achtergrond ervan dat er 400 voedingsmiddelen in zitten. Dat er een aantal aspecten aan zijn die andere voedingsmiddelen niet kunnen bieden. Dus je hebt het altijd gehoord dat het goed is, maar nu zie je ook waarom het goed is. En ik vind dat al een heel leuk leerproces waar je in zit. Nou, neem, kijk nou in Vietnam, de voorbeelden die we vandaag hadden, dat kinderen daar een goede groei kunnen realiseren als zij daar gebruik kunnen maken van de zuivel van onze boeren in Nederland. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je van elkaar weet wat je aan het doen bent en waar de knelpunten liggen. Zodat je elkaar eventueel kan helpen of in ieder geval kan begrijpen waarom je vindt wat je vindt en de moeilijkheden die je tegenkomt.